moet op. Hey, moet je moet op. Hey, ja. Ja, dan wens ik jou heel veel succes. Ja, ik heb er zin in. Goed. Omroep Dommeland. Het nieuws uit uw regio. De mensen komen hier en dan? Ja, dan heet ik ze welkom. En dan vraag ik hun naam. En dan krijgen ze een bandje van mij. Als ze op het lijstje staan? Als ze op het lijstje staan, zeker weten. Ja, ja. Mag ik zeggen dat ik hier eigenlijk sta bij de bedenker van dit evenement? Nou ja, succes heeft vele vaders, dus die titel zal ik niet claimen. Maar we zijn inderdaad met een aantal mensen 9 jaar geleden begonnen met het culturele huiskamerfestival Lijf en Liemt. En is inmiddels uitgegroeid tot het succes wat het nu is. Ja, hè? Dat is het toch? Ja, absoluut. Absoluut, ja. Nu voor de 8e keer, 300 deelnemers, een extra light versie voor de wachtlijst. En het wordt elk jaar groter en dit jaar zitten we in een van de mooiste stukjes van Liemt. Dus ja, het weer is goed, de artiesten hebben er zin in, de gasten zijn blij. Ja, wat wil je nog meer? Ja, je zegt een light versie, kun je daar iets over vertellen? Ja, we hebben een hele grote wachtlijst en we konden de groepen van de reguliere Lijf en Liemt niet groter maken. Dus hebben we gekeken naar een manier om toch de wachtlijsten tegemoet te komen. En we hebben Harry Hendricks en Erik Koenen die 2 optredens gaan geven. En een van onze gidsen die gaat met deze light groep op pad om ze toch ook wat over Velder te vertellen. Dus die krijgen een stukje mee van Lijf en Liemt, helaas niet het hele programma, maar in ieder geval een gedeelte. En aan het einde van de dag sluiten we met elkaar af bij Park Life. En dan gaan we lekker genieten van Dr. Feelgood en een hoop eten en drinken. Dr. Feelgood. Dr. Feelgood. Nou, maar deze voelt minder goed. Voelt minder goed, hè? Want jullie zitten vast. Ja, we zijn een beetje vast. Nee, dus we lopen tussen mijn geld. Ja. En dan gaan we dadelijk kijken. Misschien omdat jullie allemaal nog in het busje zaten. Ja, ook. Ja, nee, ik liep zelfs weer. Dus de worsten die waren er al uit. Dus maar, nee, het is schijnbaar aan we die pad moeten vatten. Ja. Maar we gaan proberen. Kan gebeuren. Ja, maar dat komt goed. Komt goed, hè? Dat weet ik zeker. Ja, dat Kred het op Velderen woont en er is van alles te doen. Dan is het nou al die buien toch behoorlijk drassig. Ja, en dan hoe lossen we het weer op? Ja. Ja, de man met de pet. Die stond hier nog bij zijn schop. Ja. En een paar planken. En een paar planken. Dus daar moet al onder. Dus die mannen staan op de planken, maar u staat ook op de plank eigenlijk? Ja, ja, ja. We staan, ja. Het zijn de mensen, het zijn de artiesten. Ja. Die staan normaal op de planken, ja, dat klopt. Wil ik even live meemaken? Ja. Het is gelukt. Ja, oh, we hebben de helft pas. Op uw rug staat Follow the Leader. Ja, follow the leader. Ja, nou, ik vind het een heel groot woord natuurlijk, de leader. Maar ja, er moet iemand de leiding hebben om te weten waar we naartoe gaan. Dus we moeten wel een richting hebben. En die duid ik aan. Waar bent u begonnen? Wij zijn begonnen bij Joep en Ineke. En dat was een cabaretier, Jules. En ja, daar hebben alle enorm genoten in ieder geval. Dus lachen. Lachen, ja. Ja, daar zijn we begonnen. En u gaat naar 4 optredens toe? 4 optredens, ja. We hebben hier de tweede en dan gaan we daarna gaan we naar, Van Boekel, Frans. En daarna gaan we helemaal achterin naar een hele mooie bungalow waar ook een heel prachtig optreden kan. En u vertelt dan iets over de omgeving? Ja, ik vertel iets over de omgeving, over Velderen zelf, hoe dat Velderen is ontstaan. Of tenminste, ja, dus Velderen was er al, maar wat er allemaal eigenlijk is gebeurd tot nu. Ja. En de artiesten begonnen, dus ja. Veel plezier. We gaan eens kijken. Ja. Dank u wel. Ik ben gevraagd om hier een muzikale bijdrage te mogen leveren en dat doe ik als te graag, want ik hoop dat mijn muziek ook buiten Limburg gehoord gaat worden. Dus. Ik heb net een stukje gehoord, hartstikke mooi. Dankjewel. Modern met die loopings en zo. Mm. Kun je er in het kort iets van uitleggen, want we laten een stukje horen en die zien jou dan zingen, maar we horen 2 stemmen, 3 gitaren en nog wat percussie.
Ja, voor deze setting vandaag speel ik met een looppedaal. Dus daar gaat mijn gitaar naartoe en de microfoon gaat er naartoe. En zo kan ik iets opnemen. Dat komt dan weer terug. Daar kan ik weer een laagje opbouwen. En zo creëer ik eigenlijk mijn eigen one-man band. Ja, je klinkt dan als een band. Ja. Maar het is wel live. Dus mensen die het horen, het is allemaal live. Ja, ik speel alles live in. En ja, het is ook leuk om dat even uit te leggen aan de mensen, dat ze weten wat er gebeurt. Maar zo creëer je wel... Ja, iets meer dan alleen een gitaartje en wordt het toch een iets voller, vollediger optreden. Ja, nou sneakte ik halverwege binnen en dan was je klaar met een liedje. Denk, ja, het mooiste is toch als je applaus krijgt. Dus ik stond al voorzichtig, nou misschien klappen ze wel mee, maar het had een reden. Was jij dat? Ja, ik denk, misschien klappen ze wel mee, maar het had een reden. Ja, ik vraag iedereen om niet te klappen. Ik doe ook concerten met een pianist en cellisten erbij. En wij noemen het eigenlijk graag een avondje of een middagje ingaan in plaats van uitgaan. Dus echt gewoon om de muziek op een dieper niveau te ervaren en echt ja, te kijken wat doet een liedje nou echt met me. Want het is zo'n automatisme geworden om te klappen dat je eigenlijk niet meer echt bezig bent met, ja, met het gevoel waar de muziek toch om draait. Oké, maar applaus is toch het mooiste wat er is voor een artiest. Een applaus, kijk als mensen, hè, als je het meent om een applaus te geven, is dat toch het mooiste wat er is? Het mooiste is als mensen geraakt worden. En ik denk dat dat in deze setting beter overkomt. En dan aan het einde mogen ze klappen en dan komt dat samen. Ja, want hoeveel nummers heb je gespeeld? Ik denk een stuk of 5. Ja, ik had de indruk dat ze 5 keer zo hard klapten op het einde. Kijk. Dan, dus dan is het een cirkel rond. Ja. Hoeveel moet je nog vandaag? Ik mag nog 3 sets spelen, ja. Heel veel succes. Dankjewel. Rijn, je hebt letterlijk jouw deuren opengezet voor dit evenement. Klopt, ja, ontzettend gaaf. Het eerste concert is al achter de rug van Cornelius Leonardus. Er zitten ongeveer 75 mensen per concert binnen. Het is natuurlijk een pand wat zijn eigen uitstraling heeft. Ik heb het genoeg om hier te mogen wonen en werken. We hebben hier onze bedrijven zitten en ik woon hier. En de tweede ronde is inmiddels aan het draaien, zoals je kunt zien. En met dit weer kan er eigenlijk niks meer fout gaan. Ja, daar wou ik ook even over hebben, over het weer. Ja. Het is 4 weken of 3 maanden. Pokken weer geweest, om het maar op zijn Brabant te zeggen. En nu? Ja, nou, dus, kijk, zoals je weet draai ik al jaren een VVV-organisatie. Los van het feit dat we die als naam over hebben gezet. En daar heb je een uitagenda. En dit jaar hebben we de zomer gewoon uitgezet op die uitagenda. En die hebben we vandaag geactiveerd. Oké, maar ja, namens de luisteraars en kijkers kun je dan volgend jaar iets eerder activeren in begin juni of zo. Je mag kritisch zijn, maar ik zal mijn best doen. Oké.